Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto's nog heel veel bewolking boven Nederland te zien, maar ten westen van ons zit een groot gebied zonder bewolking. En dat trekt in de loop van de ochtend het land binnen. Dat betekent dus dat we vanuit het westen op steeds meer plaatsen zonneschijn krijgen. Vanochtend is het nog droog, vanmiddag kan zeer lokaal misschien een bui vallen, maar de zon schijnt dan ook overal geregeld. Voor de 18 tot 21 graden en alleen in Noord-Holland en in het Waddengebied waait er nog een stevige wind. In de rest van het land is de wind vrij rustig. Vanavond ook rustige en droge omstandigheden. Daarbij blijft de zon schijnen en halverwege de avond is het 17 à 18 graden. Ook komende nacht blijft het droog en ook morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Heel misschien langs de oostgrens een enkel buitje. Temperatuur weet iets winst te boeken, gemiddeld wordt het zo'n 22 graden. En dan de vrijdag, dat wordt de warmste dag van de week, 20 tot 25 graden. Misschien als de buien laat op de dag komen, zelfs 27 graden. Maar hoe laat de buien komen, is op dit moment nog erg onzeker. Wat wel duidelijk is, is dat ze zaterdag in de loop van de dag wegtrekken en dat de temperaturen dan weer dalen. En ook zondag kan een buitje vallen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.